Hallo lieve Weegschaal, leuk dat jij er weer bij bent. We zijn aanbeland bij week 48, 25 november tot en met 1 december. Het is een algemene reading. Haal er vooral uit wat je nodig hebt. Lieve Weegschaal, wat is jouw hoofdthema voor deze week? En dan zie ik eigenlijk dat de dingen onthuld worden. Je gaat anders in het leven staan. Dingen die je misschien eerder zag worden onthuld. Dingen die je misschien gevoeld hebt of hebt ervaren. Ineens komen dingen echt aan het licht. Maar ook voor jezelf. Ik zie namelijk dat je inzichten gaat krijgen voor jezelf. Waarin je dacht, ja, eigenlijk wist ik het al wel. Laten we eens even verder gaan kijken wat je verder deze week kan verwachten, lieve Weegschaal. Oké. Okay. Dan zie ik dat deze week echt belangrijk is om jezelf lief te hebben. Om liefdevol naar jezelf te zijn. Om goed te luisteren naar jezelf. Om dingen te gunnen aan jezelf. In plaats van altijd maar aan een ander. Tegelijkertijd zie ik ook dat je aan het kijken bent naar de mooie dingen in het leven. Dus je bent nu meer gefocust op wat er goed gaat of op wat je te wachten staat, wat je graag wilt. Dus de mooie zaken. Dit heb je geleerd. En soms zie je nog wel even de bergen en dan doet het nog even pijn. Maar weet dat je op de goede weg bent. Laten we even gaan kijken naar een mooie positieve boodschap voor jou. Als je je kijk op dingen verandert, veranderen de dingen waar je naar kijkt. Lieve Weegschaal, ik hoop dat je hier wat aan gehad hebt. Ik wens je verder een hele mooie week toe. Bedankt voor het kijken en wie weet, tot de volgende keer.